In het voetbal werd het een spannende speeldag. De teams die onderaan bengelen kregen de kans om tegen rechtstreekse concurrenten een goede zaak te doen. En buiten Goik dat makkelijk won met dubbele cijfers, was het ook uitkijken naar FT Charleroi versus FT Antwerpen, waar de nummers 3 en 4 tegenover elkaar stonden. De thuisploeg zag dat FT Antwerpen afgelopen week voor de groene tafel 3 punten werden afgetrokken en kregen zo gratis en voor niets de derde plaats. Opdracht voor de Antwerpenaren was dan weer van deze wedstrijd te winnen en zo terug de derde plaats te pakken. Beide teams gaan goed van start, zonder studieronde, want wanneer Charleroi een hoekschop mag nemen, staat het na 4 minuten op schitterende wijze 1-0. Antwerpen verhoogt het tempo dan en 4 minuten later staan de bordjes weer omgelijk, het staat 1-1. Het blijft een voetbalpropagandawedstrijd en wanneer Jawad zijn duivels bovenhaalt, scoort hij met een subliem hakje. Het staat 1-2. De thuisploeg kan dan op gelijke hoogte komen, de 2-2. En wanneer iedereen zich opmaakt om met een gelijkspel te gaan rusten, is daar plots Jawad die Lagarin stil krijgt met een zuivere hattrick en de 2-3 ruststand op het scorebord zet. De tweede helft gaat aan een hels tempo van start en we gaan naar een dolle 5 minuten waarin de thuisploeg het eerst kan scoren. Het staat 3-3. De jongeren van FT Antwerpen laten het echter niet aan hun hart komen en het is Bouzambou die het thuispubliek het zwijgen oplegt. Met eerst de 3-4 tegen de touwen te trappen en niet veel later staat de 3-5 scoren op het bord. De naam is Bouzambou. Tijd om met vliegen en doelman te spelen, denkt men bij de thuisploeg, maar dat wordt al even snel afgestraft. En zo wint FT Antwerpen met duidelijke 4-6 cijfers. Daar Charleroi nog kan tegenscoren, maar aan de eindscore verandert niets meer. En zo hebben de Antwerpenaren de derde plek terugbeet. Ja, ik denk dat Charleroi een goede ploeg is. Hè. Ze stonden op de derde plaats, Antwerpen op de vierde plaats. Maar we hebben laten zien dat ze nooit met Antwerpen klaar zijn. Ik vind dat we een zeer mooie wedstrijd hebben gespeeld. We wilden vandaag eigenlijk de 3 punten hebben om terug op die derde plaats te komen. Ik denk dat dat gerealiseerd is. En we weten dat Hasselt, Hallegooik, Antwerpen en Charleroi om de titel zullen spelen. Daar ben ik van bewust. Maar wij gaan zo lang mogelijk ons veld duur verkopen. En wij hopen snel dat Achabar binnen 2-3 weken terug paraat is. En dan denk ik met Achabar en deze jonge groep, dan hebben we een goede ploeg, zoals alle jaren. Zeer moeilijke wedstrijd. Het was een zeer hevige wedstrijd ook. Charleroi kwam ons direct bij de keel grijpen. En we hadden het er niet gemakkelijk mee. Al bij al hebben we deze wedstrijd wel winnend kunnen afsluiten. Dus het is goed. Ja, inderdaad. Dat was een moeilijke wedstrijd. Maar zoals iedereen weet, is het in Lagarin altijd moeilijk om te voetballen. Wij hebben vandaag de 3 punten meegenomen naar Antwerpen. Dat is een goede zaak. Ik denk niet dat iedereen hier zomaar kan komen winnen. Van Lagarin gaan we over naar de Kempen en dan zitten we meteen bij Mallebeerse. En daar kreeg de thuisploeg de kans om met de komst van Morlawe een goede zaak te doen en dat hadden ze begrepen. Ze gaan 3-0 de rust in en we spelen amper 40 seconden in de tweede helft wanneer Ait Salah de 4-0 op het scorebord zet. 7 minuten later is daar Amajou die dan al een zware 5-0 laat optekenen. We spelen 31 minuten en daar is de 6-0. De bezoekers kunnen dan tegenscoren, 6-1, en niet veel later ook nog de 6-2 scoren. Maar het is ijdele hoop, want Daimani sluit de debatten en zet de 7-2 eindscore op het bord. En zo doen de Mallenaars een uitstekende zaak in het algemeen klassement. We hebben eigenlijk de wedstrijd direct bij de keel gevat, die mannen, direct gescoord, tweede aanval direct gescoord. Zodanig dat voor ons eigenlijk een redelijk makkelijke overwinning, zou ik niet durven zeggen, maar toch een overwinning zonder veel glans is geworden. We zijn eigenlijk nooit in de problemen geweest en we hebben eigenlijk 2 keer 20 minuten de wedstrijd gedomineerd. Van de ene kant van de Kempen springen we naar de andere kant van de Kempen, waar Real Noorderwijk het moest opnemen tegen de laatste in het klassement. En dat verliep niet meteen over een leien dakje. De koffie is nog maar net binnen wanneer Mouskoen op 0-1 komt.
Dat kan de thuisploeg echter niet laten gebeuren en het is Atabi die de gelijkmaker scoort. We kunnen herbeginnen, het staat 1-1. Moes Groen vecht voor wat het waard is en niet veel later komen ze opnieuw op voorsprong, zij het nu op schitterende wijze. De thuisploeg zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen, maar kan dan nog wel op gelijke hoogte komen en zo meteen de eindscore kunnen vastleggen. Real versus Moes Groen met een eindscore van 2-2. We waren vandaag al sowieso niet compleet. We misten 3 basisspelers en dan wordt het moeilijk. We hebben 2 spelers nog kunnen bijhalen van ons derde ploeg. Die dit jaar niet met ons hebben getraind. Nee, dat is ook, voor ons was dat ook een beetje nieuw. Maar ja, als je de wedstrijd hebt gezien, we creëren zoveel kansen, zoveel. Maar als die bal er niet in wilt, ja. We zitten in een positie nu waar alles tegenvalt. En wij creëren zoveel kansen en die bal wil er soms gewoon niet in. Ook voor de Palieters was het met de komst van Rosalie D-Day. Deze laatste stonden voor aanvang van deze wedstrijd 1 punt voor de Lierenaars. En zo wist Schapmans en co. wat gedaan. Het is dan ook de thuisploeg die op voorsprong komt. Maar wanneer de thuisploeg de bezoekende goalie te ver laat oprukken, heeft hij een schitterend schot in de benen. Het staat meteen 1-1. Wanneer 2 minuten later Atsoulis onderuit gehaald wordt, gaan de poppen even aan het dansen en moet Rosalie verder zonder doelman. En krijgt El Filiali nog een 2e keer geel, dus hij kan ook vertrekken met de rode kaart. De thuisploeg komt dan 3-1 te staan en daar weet het gebruik van te maken. Het staat 2-1 via El Boupsi. Uiteindelijk kunnen de Lierenaars koffie gaan drinken met waarschijnlijk een geruststellende 3-1 stand. Wanneer de thuisploeg dan vergeet door te duwen in de tweede helft, is daar plots Rosalie met de 2-3 en de gelijkmaker. De Palieters kunnen opnieuw beginnen. Het staat 3-3. Nemen de mannen van Schapmans terug alles in handen. En nu kunnen ze wel scoren in de tweede helft en in het slot van de wedstrijd. En zo wint ZVK Proost Lier oververdiend met 6-3. En springen ze meteen naar plaats 6 in het algemeen klassement. Kijk, ik heb voor de wedstrijd gezegd, ik ben verleden week een brood gaan kopen in de bakkerij. En ik heb dat willen betalen met lof, met goed voetbal en met heel veel eer. Ik heb mijn brood moeten neerleggen daar, ik heb het niet meegekregen. Ik heb ook voor de wedstrijd gezegd, vandaag alsjeblieft geen show, geen spektakel, geen goed voedsel, maar alleen 3 punten. Op basis van mentaliteit, kracht en elke centimeter dash. Dus als je dan na de wedstrijd ziet dat we 3 punten hebben, met misschien spektakel, maar met matig voedsel, ja, dan mag ik heel tevreden zijn. Van het Kempense voedsel gaan we dan naar het Limburgse voedsel. Want daar vroeg iedereen zich af wie nu eigenlijk de ploeg van Limburg is. En dat konden ze uitmaken in een rechtstreeks duel dat vooraf bestempeld werd als David tegen Goliath. Met andere woorden, Celtic Houthalen versus Gelco Hasselt, de leider in de competitie. Toch weet de leider van de competitie nu ook wat leiden met lange ei betekent. Want de thuiscoach Papanikolaj had het team van Luipaard goed ontleed en kwam met de oplossing. Ik denk dat we gezien hebben waar Hasselt het moeilijk aan heeft en waar zij nog aan moeten werken. Dus ze hebben moeilijk om een blok op de 15 meter te ontrafelen. En wij waren vandaag genoodzaakt om zo te spelen, omdat wij ook gehavend aan de wedstrijd zijn begonnen. We hadden Appi niet, we hadden Hest die in de week zijn mediale band gerokken heeft. Dus misschien is dat wel goed uitgekomen. Maar de manier van spelen van vandaag, dat zat 14 dagen geleden al in mijn hoofd. Zo gezegd, zo gedaan, want de Spanjaarden van Hasselt hebben geen antwoord tegen een goed spelende thuisploeg die in het begin van de tweede helft op voorsprong komt, 1-0.
Hasselt probeert wel, maar het is een schim van zichzelf. En wanneer de thuisploeg dan ook nog op 2-0 komt, zitten de Hasselaren in de problemen. Boenken en beuken is de leuze van de Hasselaren nu en de aansluiting komt er via Carsten Gonzalo. Het staat 2-1. De bezoekers blijven dan de kansen aan elkaar rijgen, maar aan de andere kant staat een topdoelman die vorig seizoen nog bij datzelfde Gelco speelde en zijn nette schoon weet te houden en daar genoot hij na afloop met volle teugen van. Heerlijke wedstrijd. Tegen dit Hasselt zo'n match kunnen spelen. Chapeau voor de ploeg. Ja, een chapeau voor jou natuurlijk, hè, want je houdt het clean hè, buiten één goal. Ja, ik zeg, we kregen eigenlijk weer een domme goal tegen, maar mijn seizoen is eigenlijk heel goed gestart. En als je zo kan spelen tegen Hasselt, dan kan ik alleen maar fier zijn op mijn eigen. Een tevreden Benetti die zijn ploegmaker nog wel een rode kaart ziet krijgen. Maar ook met een man meer lukt het vandaag niet voor Gelco Hasselt. En zo wint Houthalen met 2-1 van de titelfavoriet. Maar misschien nog belangrijker zijn de 3 punten die hen op plaats 5 zet in het algemeen klassement. En de titel van de ploeg van Limburg hebben zij alvast op zak. Tot de volgende confrontatie. Celtic Houthalen, Gelco 2-1. In de rust geef je een aantal aanwijzingen, maar loop je dan toch wel op tegenaanvallen. En dan sta je 0-2 achter, 2-0 achter. Komen terug tot 2-1. Hebben we een ideale situatie, 4-3, waar dat we denk ik als een ploeg als Hasselt dat daar regelmatig op traint, moet op scoren. En dan heb je misschien nog 4-5 minuten te spelen met 4-4, maar met een score 2-2. Dus dit lukt niet. En dan, dan zit de bal tegen paal 2-3 keer voor de lijn, dit en dat. Maar goed, dat weet je dat je zo'n wedstrijd in de competitie 2-3 keer gaat meemaken. Is dat nu vandaag, Houthalen, dat kan volgende week zijn, dat kan binnen 2 weken zijn. Maar die moet je winnen. Als kopploeg, als topploeg moet je die winnen. En moet je mentaliteit ook kunnen tonen. En dan hebben we denk ik 1 veel te weinig gedaan en dat uitzicht dan afwerking, schoten op doel, al die zaken. Je ziet, we hebben mindere resultaten gehaald en nu zo'n match tegen zo'n ploeg, dat kunnen we alleen maar meepakken naar de volgende wedstrijden. Jullie doen een goede zaak, hè? Morlawee verliest, Moeskroen speelt gelijk. Oh, dat is zeer goed. Dus je ziet, we kunnen alleen maar naar boven kijken en hopen deze match vast te houden en zo verder te gaan. Wij zijn nog altijd, we staan met 2 voetjes op de grond. Wij weten absoluut dat wij dit jaar een heel moeilijk jaar gaan hebben en dat wij erin willen blijven. Dus wij zullen voor elke punt vechten. En voor het seizoen is ook gezegd geweest, als wij willen niet afgaan. We hebben vorig jaar verscheidende wedstrijden verloren met 5, 6, 7 doelpunten verschil. Dat is voor het seizoen, daar hebben wij in onze transfer naar gewerkt. Wij willen dat niet meer meemaken. En vandaag hebben de jongens mij dat laten zien dat ze dat ook niet willen. De eerste verlies is een feit. Ja, je ziet als een ploeg niet wilt voetballen, maar ik kan het toch niet. Ik moet zeggen, proficiat voor Houthalen. Een zeer zwak Gelco. Dat zeer mak heeft gespeeld, volgens mij. Hebben ze hier verdiend verloren. En ik kan alleen maar zeggen proficiat voor Houthalen. En ook proficiat voor de keeper van Houthalen. Want hetgeen wat we nog dan proberen te doen hebben, dat heeft de keeper van Houthalen zeer goed gedaan. Proficiat en Benetti. Maar ik zeg, je moet groot zijn in de winst en je moet groot zijn in het verlies. Vandaag waren wij zeker niet slechter als Houthalen. Maar Houthalen heeft de blok gezet en Houthalen heeft eigenlijk, dankzij een zeer goede coach die ze ook hebben, de Gelco goed ontleed. En ze hebben eigenlijk gezorgd dat we geen antwoorden hadden op hun verdedigende houding. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, een verdienste voor Houthalen. En een minpunt voor Gelco, maar je ziet dat de goden nu terug met hun voeten op de grond staan. En dat ze dus gekozen voor dit of gekozen voor dat. Ze hebben hier vandaag met 2-1 verloren en ze hebben volgens mij terecht verloren.